Johan. Hoi oma. Kom, kom erin. Hé, hey, de deur moet het weer niet uit. Oh, toch wel. Een tijdje geleden vroeg ik op Instagram of jullie wat vragen wilden stellen voor mijn opa en oma. Dat hebben jullie gedaan en die hebben ze beantwoord. En dat was erg leuk. Dit zijn mijn opa en oma. Hallo. Hallo, oma. Kom erin. Hallo, oma. Tuurlijk, hè? Ja. Okay. Oh, het is toch wat, hè? Dit is het leven nu, oma. Gesteld, hè, op Instagram. Ja. Of ze wat vragen konden insturen. De allereerste, ik heb vragen hier zo staan. Ik zou er erbij pakken om vragen. Leuk, hè? Eerst even, hoe heet jullie, hoe oud zijn jullie? Hoe je heet, schat? Ja, opa, hoe heet je? Barend. Paait, ook Barend. Ik ben Barend van opa, van Barend. Dat is dus altijd leuk, want gaat dus altijd fout. Want als oma zegt Barend, zeggen opa en ik altijd... Hé, wat is er? Wat? Ja, dan wordt er bijna gelegen. Oh, ja. Dat is Barend. Dat ben ik, ja. En opa. En die andere, dat is Wil. En dat is Wil. BMW zijn we samen. BMW. Hoe oud zijn jullie? 58. Dit geloof ik niet, opa. 85, joh. Ah, oké. En ik 80. Oké. Ik ben van oude stempel, dus ik kan daar tegen. Ja? Oh, dat is in ieder geval wel fijn. Ja, we hebben ook geen geraniums voor de ramen. Nee. Geen wat? Geen geraniums voor de ramen. Wat is dat dan? Wel, als je oud wordt, dan ga je achter de geraniums zitten. Ja. Nou, wij dus niet. Voor de rest van de kijkers die ook niet weten wat een geranium is, hier staat het nu in beeld. Geraniums zijn dus bloempotten die je eigenlijk aan het raam hangt. En daar zitten oude mensen dan achter om naar hun buren te kijken. Nou, dat doen mijn opa en oma dus niet. Het is gewoon een plant, hoor ik. Het is gewoon een plant. Ik ga even een vraag voorlezen, ja? De eerste vraag. Is Barend een beetje lief? Ja. Maar dan wel, zeg maar, ik denk ik Barend, niet jij Barend. Of de kleinzoon lief is? Dat denk ik, ja. Oh ja, ik ben gek op dat manneke, hoor. Nee, waarom? Oma, ik ben 24. Nu voel ik me niet heel erg stoer. Maar ik ben dus wel lief? Ja, je bent schat. Kijken jullie de streams of de video's wel eens? Oh. Nou, weinig. Ik heb nooit. Want weet je wat? Ik heb niet zo'n telefoon. Ik heb dat niet zo'n telefoon. Waarom niet, opa? Ik weet niet hoe dat werk kan. Ik heb jullie wel eens wat laten zien. Jawel, zeker wel. Maar als ik s'avonds dat wil kijken, nou weet je, dan lig ik heel gauw de binnenkant van mijn ogen te bekijken. Noem je me nou mijn video's gewoon saai? Hallo opa en oma, bijna normaal. Jullie zijn trouwens ook bijna normaal, of niet? Ja. Ja hoor. Ja? Ik ben opa is hier de man. Oma wel. Oh, dat maakt jullie samen bijna normaal. Ja, oh ja, dat is mooi. Zijn jullie trots op de kleinzoon? Ja. Ja, zeker. Om wat je doet, om wie je bent. En omdat hij nou is de ek, is de middel vernoemd. Ja, dat is de andere kant van oma. Zal ik je vertellen. Mijn opa, die heette Baden. Mijn vader heette Thijs. Jouw vader heet Appie, Albert Thijs. En dan weer Barend. Snap je het een beetje? Dus ik ben, eigenlijk ben ik Barend van Thijs van Barend van Thijs van Barend. Ja. Ja. Jouw vader heet ook Thijs? Ja. Ja. Nou, dat is wel cool. Ja. Als ik een zoon heb, dan ga ik hem ook sowieso Thijs noemen. Ja. Ik kan niet anders dan mijn zoon Thijs noemen. Ja, plus, ik vind het ook gewoon een coole naam. Ik vind het gewoon een coole naam. Ik zou het echt doen. Ik meen dat, ik ben serieus. Ja. Dus, word jij dan mijn vriendin en krijgen wij samen een kind, dan heet hij Thijs. En dit is een jongen. Dan hebben we de vraag van Noeksie-fan Poep en Kak. Poep. Poep en kak, nou het is hartstikke Hollands, hè? Ik weet er niet maar dat in. Poep en kak niet? Nee, wat is dat? Heb je nog nooit gepoept, opa? Oh, jawel, natuurlijk wel. Kun je wel die karksproot een bonnetje? Nee. Verstoor je het wel? Jawel, ik versta het wel, ja. Weet u, dat wordt op deze manier gevraagd door Hen Ryanand. Hen Ryanand, dat is ook een andere YouTuber en ik zal het op zijn manier zou ik het vragen. Weet u wat Minecraft is? Nooit van gehoord.
weet het echt niet. Nou, dat klinkt zo oprecht, daar kun je niet omheen. Dan krijgen we de volgende vraag van Kelly. En die vraagt, hallo opa en oma van Barend. Wat is het leukste aan jullie kleinzoon? Dat moet oma zijn humor. Wat is dit nou weer, opa? Wat is dit nou weer? Dat moet zijn humor, zei ik. Oh, mijn humor. En waarom? Omdat je dat hebt. Je hebt soms een hele... Dat zo koud is. Opa. Opa. Ik van mijn leven is een lachfilm. Zoals die zegt uit. Hé, hey, Barret. Als je dat op YouTube zet, dan heb je zoveel volgers meer zo meteen. Of niet? Ja, nou ja, misschien wel. Ja. Oké. Okay. Vishond Lolly, die vraagt, heeft u een crush? Heb ik wat? Een crush. Een crush? Een crush. Wat is een crush? Een crush. Dat is een kus met een R erin. Dat betekent of je verliefd bent op iemand. Oh, god, dat zijn wel jaren, hè? Ja. Af en toe. Hoe lang zijn jullie eigenlijk ook al samen? 60 jaar. 60 jaar. Dat bedoel ik. Nou, als dit geen koppelgoals is. Nou ja, weet je, af en toe kun je elkaar achter de baan planten. Ja. Maar dat hebben we niet, dus dat doen we nooit. En soms, ach. Nou, zo zijn ze dus al 60 jaar bij elkaar. Wat vinden jullie ervan dat ik zo bijna normaal ben? Bijna normaal? Almost normal, ja, dat is ook zo. Dat zo heb je jezelf genoemd. Daar ben je lekker mee, bonnetje. Wat vinden jullie ervan dat ik stream? Dat vind ik hartstikke leuk voor je. En je doet het leuk. Okke die vraagt, zijn jullie zo'n verschrikkelijke kleinzoon niet zat op een gegeven moment? Verschrikkelijke kleinzoon? Hoe durft hij? Zeg het, oma, zeg het. Hoe durft hij dat nou te zeggen? En wat is het gekste wat jouw opa en oma met jou hebben meegemaakt? Oh, het gekste, dat weet ik niet. Maar een van de woordvallen was op de camping, op het terras, dat je lekker in je blootje liep, want het was hartstikke warm. En je even hurkte en daar een bruine... boom neerlegde. Wacht, wat? En toen jouw papa opruimen. Die was daar niet blij mee. Ik heb midden op een terras gepoept. Ja. En dan kan ik bewijzen, er zijn foto's van. Stel nou, ze vinden dit allemaal superleuk. En dan de volgende keer kom ik weer met de camera. Gaan we het dan wel laten zien? Ja. Jazeker. Dit zijn de vragen die ik binnen heb gekregen. Dat was de leukste dan in ieder geval. Die wil ik al nog even zelf ook vragen. Wat willen jullie mij nog meegeven? Gezondheid, want dat is levensgeluk. Als je dat niet hebt, kun je ook niet goed functioneren. Oké, Elpa, jij? Ik vind alles het best. Goed je best blijven doen met dit gebeuren, ja. En dat je er schatrijk van mag worden. Nou, dat vind ik een goeie. Nou, superleuk. Ja. Hey, jullie zeggen nou hartstikke lieve opa en oma. Hè? Ik hou heel veel van jullie. Dat weten jullie ook wel. En van jou, jongen. Ja. Like, abonneer en reageer. Ja. En dan oma zegt dan tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Later! Wat is er met de deur aan de hand dan? Dat weet ik niet. Dat hoorde je allemaal natuurlijk, hè? Ja. Okay. Stok er al op, nou. Ha 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 ha.